Ja, Lego dan. Lego speelgoed verliest zijn onschuld. Onderzoeker Christoph Bartnek bekeek Lego-catalogussen van 1973 tot 2015... en ziet steeds meer wapens, strijders en geweld in het assortiment. Bartnek vraagt zich af waar de grens nou ligt. Komt er zometeen ook Lego-speelgoed over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog? Welkom in het Lego-universum anno 2016. Maar de omgangsvormen, hoe zullen we het zeggen, toch wat verruwd zijn. Oké, begin jaren 80 kon je met Lego ook wel het lijden en de dood tot uitdrukking brengen. Leo van Noord uit Boskoop won met zijn impressie van een kerk de eerste prijs in de categorie tot 7 jaar. Maar het zag er in ieder geval een stuk blijmoediger uit. In het Lego speelgoed van nu en de afgeleide filmpjes daarvan is het allemaal toch een stuk grimmiger geworden. En dat is nu ook wetenschappelijk geanalyseerd door Dr. Christoph Bartnek uit Nieuw-Zeeland, onderzoeker en Lego-fan. Via een Skype-verbinding legt hij uit hoe de Lego-speelsets zich hebben ontwikkeld. So you got Wally, which is of course, you know, just a cute little character, right? And it can even like open up his chest and he has a little plant in there, so it's quite cute. And of course, no violence, you know, just happy play. But then, of course, you also have something like this, you know, the AT-AT Walker. Lego now has gone as far as that it has actually functional guns. Then you can essentially launch these missiles. Bartnek is geïnteresseerd in geweld in de media. Hij onderzocht de Lego-catalogie van de afgelopen 40 jaar. En zijn conclusie? Het speelgoed krijgt ieder jaar een gewelddadiger karakter. If you would open a random page of a catalog, the chances that you would observe some form of violence on this page increases approximately 19% per year. So there is a constant increase in the amount of action and the amount of threatening and shooting that's become much more common. Hier, de doos met Lego. Dat ziet er mooi uit. Ja, maar ook wat grimmiger en wat gewelddadiger tegenwoordig. Ik vind het prachtig dat de kinderen op die manier in een wereld waar heel veel oorlog en ellende is, die oorlog ook van zich af kunnen spelen. Roel de Groot is orthopedagoog en was de oprichter van de stichting Goed Speelgoed. Aan hem de vraag of het nou erg is dat het karakter van Lego gewelddadiger wordt. Ik met mijn zwaard, oh, kom, kom, kom. Ja. Hoppakee, dus je kan er echt geen kwaad mee doen. Een spel heeft als belangrijk onderscheid dat het geen werkelijkheid is. Het is fantasie. En in die fantasie speel je van alles. Daar kun je alle levenssituaties in plaatsen. Maar het is een leermoment waardoor je en kunt voorkomen dat je in het echt nare dingen gaat doen. En ook kunt bevorderen dat je in het echt goede dingen gaat doen. Dus wij door naar de ervaringsdeskundigen. Van links naar rechts, Luc, Casper en Toby. Hardcore gebruikers van het nieuwe Lego. Nou, ik vind het wel leuk om ermee te spelen. Omdat er dan een beetje iets gebeurt, vind ik dan soms. Dat zou dan alleen maar, vind ik, als ze dan alleen maar met zo'n poppetje die alleen maar gewoon niks heeft, dat vind ik dan een beetje niet zo leuk. Lego koppelt al jaren animatiefilmpjes aan zijn actiefiguren. Heel iets anders dan alleen maar de kale blokjes van vroeger. En dit kan je ook kijken. En die andere dingen niet. Kijken op de computer. Zo. Ja, of op tv. Dr. Bartnek begrijpt dat vechten en oorlogjes spelen een onderdeel is van hoe vooral jongetjes spelen. Maar hij blijft het interessant vinden om te onderzoeken hoe een van de grootste speelgoedbedrijven ter wereld, dat ooit begon met elementaire blokjes, zijn grote producten zo ver heeft doorontwikkeld. But the question is how far do we take it? You know, would we feel comfortable if the Lego company would come out, let's say, with a World War II Lego set? What would happen if we had the Iraq Army? What would happen if we have nuclear holocaust, you know, that's something we'd feel comfortable with, right? You can push this as far as you want. And the Lego company, you know, sets itself some boundary conditions. They haven't done World War II, they haven't done armies. But also some years ago, they didn't have any weapons and they decided to break that. And they went in, you know, okay, now we're gonna have weapons. Mark Lessen is vader van Duke. Dus natuurlijk is hij geïnteresseerd in de dingen waar zijn zoon mee speelt. En dat speelgoed een steeds grimmiger karakter krijgt, daar heeft hij geen moeite mee.
Maar dit alles is niet bedreigend voor het tere kinderziel? Mooie vraag. Ik zeg nee. Nee, ik denk dat het alleen maar de fantasie nog groter maakt. En het speelplezier nog intenser maakt. Maar wel op een leuke manier. En dat vind ik denk ik wel sterk aan Lego. Er zit altijd nog wel een soort aaibaarheidsfactor zit er overheen, denk ik. Hoe intens je het ook maakt. Of hoe gewelddadig het dan ook eruit mag zien. In een reactie laat Lego weten dat er verschil is tussen geweld en conflict. Volgens de speelgoedfabrikant is conflict een natuurlijk onderdeel van het kinderspel. Dit was één vandaag voor nu. We zijn er morgen weer in de middag op Radio 1, later op tv en natuurlijk altijd via de website, Facebook en Twitter. Ik wens u een fijne avond.